Sanaa betekent kunst in het Swahili. In Nederland zijn al heel veel galeries en het is belangrijk om juist weer te bedenken van wat, dat was ook de drijfveer van ons, wat kunnen we daaraan toevoegen aan de Nederlandse kunstmarkt? En dat zijn kunstenaars uit een continent die veelal hier niet getoond worden, die hier geen podium hebben. En die brengen we dus hier wel. Ja, ze brengen het verhaal van hun eigen roots mee altijd. Dat geldt voor alle kunstenaars, ook voor hen. Dus ze vertellen ook het verhaal van waar ze vandaan komen. Dat geldt als ze daar nog leven, maar ook als ze in de diaspora leven. Dan nog vertellen ze ook het verhaal over waar ze vandaan komen. En dat doen ze op hun eigen manier. En dat, ja, wij zoeken altijd naar die kunst waarin de vertaling beeldend heel sterk is. Dus daar gaat het vooral over. Beeld moet spreken. Dus het is veelal andere beeldtaal, maar ze vertellen ook een ander verhaal. Dus het gaat ook over de geschiedenis van de continenten, over de verhouding tussen de etniciteiten. Het gaat ook heel vaak over migratie. Het gaat ook over slavernij verbeeld. Het gaat over racisme. Niet alleen maar, want het zijn kunstenaars die behoren tot de wereldtop. Dus ze hebben dat helemaal getransformeerd. Maar het speelt vaak wel een rol in hun werk. Alors, cette exposition que j'organise avec Bert Schumann de la Galerie Sanaa, c'est un projet merveilleux. Ça fait plus de 2 ans qu'on en parle. Depuis ces 2 années, il s'est passé des événements qui ont retardé un peu, peut-être, cette exposition. Mais nous avons vraiment pris le temps de la préparer. Ça fait plus de 2 ans qu'on en parle, peut-être 3 ans, peut-être même plus d'ailleurs. Ik vind het bijzonder dat het werk van verschillende generaties is. Dat kan je ook heel goed terugzien in de beeldtaal. Ik ben heel blij dat we dit nieuwe werk laten zien van die jonge kunstenaars. Et pour moi, dans le cadre de cette exposition, en fait, ça m'intéressait qu'il y ait cette réunion à la fois des artistes de ma génération qui encadrent des artistes beaucoup plus jeunes, mais qui sont aussi dans cette même dynamique de conscience de ce qu'est une œuvre d'art, de ce qu'est un artiste dans cet enjeu, on va dire, de la mondialisation. Ori Uchi in zijn video, die maakt dus een video die ook eigenlijk gaat over het samengaan van een traditie met het hedendaagse. We worden overspoeld door technologie en hij laat eigenlijk een man zien die langzamerhand weer tot leven komt. En hij integreert dan ook in het straatbeeld van Kinshasa in Congo en Brazzaville en hij gaat daar weer een nieuw leven eigenlijk aan. De 3 werken van Boris Antje Taboufour zijn, hij komt uit Cameroen, maar hij heeft een vorming ook gehad in Congo. En daar heeft hij de sapeurs ontmoet en dat zijn die mannen die hier hangen. Dat is een beweging in Congo van mannen die zich waanzinnig mooi aankleedt. En op die manier ook een soort statement eigenlijk maken. En ook zich afzetten tegen de heersende mogendheden. In de gezichten zie je allemaal letters en ook zelfs dingen die je kan lezen, namen zelfs. Want hij zegt uiteindelijk worden we overweldigd door de sociale media en worden we eigenlijk alleen maar gereduceerd tot letters en tot beelden die over de sociale media heen en weer gaan. Ensuite, Hervé Yangem, qui est un artiste en fait de ma génération, qui fait partie des premiers artistes à avoir porter un petit peu cette, comment dire, cette poche de l'art contemporain africain en Afrique. Donc c'est un artiste qui est très, très engagé et très conscient du contexte dans lequel il vit. Moi j'apprécie énormément les artistes engagés qui ont en plus une écriture plastique qui accompagne cet engagement. Je ziet kamelen lopen, het beeld uit. En hij zegt uiteindelijk door de staten die in oorlog zijn en die met elkaar in contact zijn, zie je ook eigenlijk dat er een soort trek op gang is gekomen en dat er ook een soort exile is ontstaan. En dat is natuurlijk de grote migratie. Hij heeft zich eigenlijk geconcentreerd op de dames uit zijn omgeving, die hij ook volgt op internet, die zich een andere imago aanmeten. Want het zijn dames met een donkere huid, met blauwe ogen, met groene ogen. Dat zijn allemaal
kunstmatige toevoegingen. Ze hebben dat zo veranderd bij zichzelf. En als je goed kijkt, dan zie je ook dat hun zwarte huid vrij wit is. En er zijn heel veel vrouwen in Afrika die dat doen. Die willen hun zwarte huid wit maken. Maar dat heeft hij gezet tegenover deze dames die hele mooie doeken dragen. Dat zijn traditionele stoffen allemaal. En zo zie je eigenlijk dat hij dat in het beeld bij elkaar brengt. Dus de traditie en de invloed van sociale media die globaal is. Je sais que Pélagique Baïdi notamment, ça fait presque 20 ans que je la connais. Ça fait presque 20 ans que je suis son travail. Et je sais que c'est une artiste qui travaille dans un processus justement de soins et de réparation. Donc c'est important pour moi. Ze wil benadrukken dat het meer over de horizontale verbindingen gaat in plaats van over de verticale verbindingen. En in de tekeningen, ja, zij gaat toch terug naar een soort inspiratie van waaruit ze tekent. Het zijn hele vrije tekeningen. En ze heeft in Kassel bijvoorbeeld ook samengewerkt met veel kinderen om te onderzoeken hoe het met het geheugen is, hoe ze van daaruit tekenen. Ik wil het ook apart noemen het werk van Alex Mawimbi, die uit Kenia komt. En die een geheel eigen opvatting ook weer heeft over hoe zij kunst maakt. En zij verhoudt zich in een soort performancekunst, in tekeningen tot etnografische objecten die in westerse musea te vinden zijn. Ja, Miguel is een Caribische kunstenaar. Ja, hij is creool en hoe verwerkt hij dat nou eigenlijk in zijn werk? Dat zijn grote vraagstukken voor hem geweest, ook problemen zou je kunnen zeggen. Dus wat hij nou tekent komt uit zijn onbewuste. En daarin refereert hij, zegt hij zelf ook heel letterlijk, ook notabene nog eens aan dat kroeshaar. Si je dois parler du rôle thérapeutique dans le travail, je pense que déjà le simple fait de créer et de produire, c'est déjà une façon de... Plus il y a de regards et plus on a la capacité à pouvoir se soigner, je pense déjà. Ensuite, quand on est artiste, la création passe par nos mémoires, par nos corps, par nos histoires. Et je pense que d'avoir l'honnêteté de se mettre face à soi-même, c'est aussi une manière très efficace de se soigner. Ja, Miriam Hindu is een kunstenares die zich op veel vlakken eigenlijk uit, in veel verschillende media. Kunst is voor haar helend en ook een genezing van het lichaam. Ze heeft heel lang alleen maar ook haar eigen lichaam gebruikt als basis. En het werk wat hier hangt refereert heel direct aan de grote klimatologische rampen die momenteel op ons afkomen. Daar spelen natuurlijk de bomen ook een bepaalde rol in. En hier zijn takken in verwerkt van de Huaraska. En dat zijn ook een soort heilige takken. Dus eigenlijk ziet ze de bomen ook als een soort amulet om de wereld te genezen van die enorme klimatologische ramp waar we op afstevenen. Dus op die manier moet je dat ook in haar werk zien.